Badminton is een sport waar ik zelf niet zo heel veel van weet. Ik weet wel dat ik nu in Sportshal de Oosterfant ben in Rotterdam. Op maandag en op woensdag zijn de man en de vrouw van Ketelbinken hier aan het badmintonnen. Maar of het alleen partijtjes zijn of ook trainingen, dat weet ik eigenlijk niet. Dus we hebben een paar man en vrouw bereid gevonden om dat even toe te lichten. Kan je wat meer over die gezelligheid en het sociale om het sporten heen vertellen? Nou ja, zoals ik al aangaf, is voor mij dat woensdagavond. En ja, het is toch leuk dat op de baan ben ik heel erg fanatiek. En kan ik soms verbaal erg uit de hoek komen als het niet gaat zoals ik wil. Dus dan is het ook leuk om nadien gewoon gezellig met elkaar te spreken. En over van alles eigenlijk hebben we het dan. Niet alleen over de badminton, maar ook wat je in het dagelijks leven doet. Ook spreken we wel eens gewoon buiten de badminton met elkaar af. Doen we andere leuke dingen, activiteiten met elkaar. Naar de bios of uit eten. Of wat er dan ook maar in ons opkomt. Ja, zelf ben ik inderdaad commissielid geworden sinds vorig jaar. Eigenlijk een beetje zo erin terechtgekomen. Eigenlijk eerst gevraagd inderdaad met het paastoernooi wat we om de 2 jaar organiseren met Amsterdam. Gevraagd zo van, nou wil jij een keer het cateringverhaal op je nemen? Nou, zo langzamerhand word je van steeds meer dingen gevraagd. En voor je het weet zit je in de commissie van de badminton. Dus erg leuk. Binnen Nederland doe ik aan wedstrijden mee. Dus bijvoorbeeld een stedencompetitie die we hebben. Dat is dan vaak in het weekend, zaterdag of zondag. Of je kunt je ook inschrijven voor internationale toernooien. Dus daar is bijna maandelijks ergens een toernooi, vooral in Europa dan. Dus daar was ik bijvoorbeeld in Duitsland, in Berlijn heb ik meegedaan. Ik ga waarschijnlijk straks naar Zwitserland en Zürich spelen. En misschien ook in Frankrijk. Dus ja, is wel leuk. We hebben hier heel veel verschillende nationaliteiten. We hebben mensen uit Engeland, uit Frankrijk, uit Duitsland of ook uit Azië. Dus het is echt een goede mix van mensen. En dan kan je ofwel in het Engels gaan praten of in het Nederlands. Het maakt gewoon niet uit. Vooral met badminton is het wel leuk. Ja, en wat jullie dan bindt, nou is dus het gay zijn of in ieder geval gay friendly. Ja. Ik had begrepen dat er ook wat heteroseksuele mensen spelen. Ja. Ja, dus op zich het is wel een Ketelbinken is een, zeg maar, een homoclub, dus voor lesbien en gay. Maar als je dus hetero bent, ben je gewoon ook welkom. En waarom moet een vrouw nou bij Ketelbinken komen badmintonnen? Ja, nou goed, die vraag kan je ook aan een man stellen. Dus het is gewoon een leuke sport, of je nu vrouw of man bent, maakt niet uit. Maar ik vind het juist leuk als er meer vrouwen zijn, dan kan je dus ook met vrouwen gaan dubbelen en dan speel je op hetzelfde niveau. En dat is, vind ik wel juist leuk.